Zo, hallo allemaal, daar ben ik weer. Als eerste ga ik jullie natuurlijk gewoon een gelukkig nieuwjaar wensen. En ja, ook op nieuwjaarsdag moet er natuurlijk gewoon weer gevoetbald worden. We spelen met Feyenoord uit tegen PSV. PSV is het tweede, achter mij. Ik is de eerste uiteraard. Dus ja, dat willen we zo houden. Dus er moet gewoon weer gewonnen worden vandaag. En dat moeten we lukken. We spelen met de sterkste elf. Want hierna komt de interlandperiode. Dus ja, wat rust voor de spelers. Dus gewoon de sterkste opstelling. En ja, waarom ook niet? Je speelt tegen PSV uit de nummer 2. Dus dan moet je ook wel. Als je net tegen de Graafschap speelt, kun je zeggen van, nou, we doen, we doen het met de wat mindere goden. Maar vandaag niet. Oh, met een gelukje aan de bal. Oh, jammer, jammer, jammer. Gisteren natuurlijk gewoon oud en nieuw gevierd. Black Ops gespeeld. Black Ops gekregen ook. En samen met mijn vrouwtje gespeeld. Dus dat was wel leuk. Maar vandaag gaan we gewoon weer die-hard aan de FIFA. Black Ops komt later wel weer aan de beurt. Nee, 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 nee. Nee, nee, nee. Ga weg. Kut. Oeh, mijn 1-0 achter. Verder trouwens niet heel veel bijzondere dingen gedaan met de oud en nieuw. Gewoon lekker thuis gebleven. Geen vuurwerk gedaan, dat doe ik niet aan. Beetje tv gekeken, wijn gedronken en dat was het eigenlijk wel. Dus we zijn gewoon fris en fruitig. Elia zich zacht er doorheen. Oeh, gaat er niet in. Ik dacht dat hij erin ging. Jammer. Goed bezig, Kuit. Oh joh. Oh, gelukkig. Vrij trap, denk ik al. Mijn kutpaas. Goed, goed, Feyenoord. Het is druk, PSV. Spelen aardig verdedigend. Alleen de spits die blijft voorin hangen. Nou, ik zie je, ik mag zo doorlopen. Ja, jammer. Schot geblokt. Je bent niet geblesseerd, hè, zie ik. Wel dus. Dan zullen wij erin zetten. Ah, Toorn staat er maar gewoon in. Dat is balen. Ik hoop niet dat hij er al te lang uit ligt. Al is natuurlijk wel interlandperiode. Dus het duurt ook 2 weken voordat we weer spelen. Maar ja, stel dat hij er een paar maanden uit ligt. Dat zou zonde zijn. Een van mijn beste spelers toch wel. Scoort regelmatig. Assists. Mist penalties. Dat dan weer wel. Maar goed, kan een keer gebeuren. Voor het geval je het niet gezien hebt, dat was de voorlaatste wedstrijd tegen Manchester United. Echt 5 minuten voor tijd krijg ik een penalty bij een 1-1 stand. En ik mis hem gewoon. Ja, de keeper van hun jongen, die De Gea, die hield de ballen uit. Echt niet te geloven. Wat een kutbal. Van Beek op de solo tour. Good position. They've worked this attack very well. Quite a dangerous position.
Yes, 1-0. Toornstra, gewoon de invaller. Die Ziyech vervangt, die scoort gewoon. Oh, blij dat ik was even van plan om hem misschien te verkopen, Toornstra. Maar toch wel blij dat ik het niet gedaan heb. Toch gewoon een goede speler op de bank. Speelt ook regelmatig gewoon zijn basiswedstrijden. Als we met een soort van tweede helft al spelen, dan is hij natuurlijk gewoon een van de betere op het veld. Dus ik ben eigenlijk wel blij dat ik hem niet verkocht heb. Ja, Kuit. Benieuwd hoe lang jij het me volhoudt. Ah, jammer. Toornstra net niet bereikt. Was natuurlijk zo met zijn tweede erin kunnen schieten. Serieus, ga je nu janken? Schoppen mijn sterspeler ondersteboven en 3-dubbel door midden. Zelf krijgen ze een zetje en dan krijgen ze nog een vrijbal mee. Nou, rust. 1-0 voor. Houden zo. Niks meer aan doen. Kom op, jongens. Nou, dit is lekker gespeeld, heren. Hij stuurt langs. Oh, shit. Ophul. Shit. Voorbij. Ah, te hoog. Te hoog voor Kramer. Jammer. Dat kunnen we niet meer winnen houden. Ik weet trouwens niet of ik dat al gezegd had, maar over plan om te kijken of ik bondscoach kan gaan worden. Geeft toch weer wat extra's. Aan de carrière, denk ik. Maar er moet wel een leuk land voorbij komen. Ik ga niet van China of van Colombia of zo. Nou, Colombia is nog niet zo slecht, maar het is geniet een van de kutland. Voetbalgebied dan. Oh ja, yeah, ja. Yeah. Zo. So. Ik zag hem gewoon al aankomen. Serieus, is dat prukkelijk? Wat een paas, joh. Buitenkant, daar had ik niet verwacht dat hij hem zo zou geven. Ook niet dat hij hem er zo in zou schieten trouwens. Nou, kennen we weer. Pruppetje. Goeie bal op Kuit. Yes! 2-1. Bam, Kuit. In twee instanties, maar dat maakt niet uit. Hij zit erin. Wel goed gespeeld. En we staan weer voor. Zeg jongens, Kramer weggestuurd.
Kramer met al zijn snelheid komt er weer niet langs natuurlijk. Hij loopt wel goed vrij. Elia vrij. Schiet de jongen. Oh, wat zonde. Goed. Ah, oh, net geblokt. Jammer, jammer. Oh, jammer. Kramer dan ook naast gekopt. En het is corner. Nog een corner. Driemaal scheepsrecht. Kop. Zo. Pff, wat een kut corner. Op Verbeek hebben. Hij pleurt toch op, man. Er zijn toch geen mietjes of wel? Kut Kramer. Serieus, is hij gewoon binnen? Pff, zo, wat een geluk, jongens. Er was eigenlijk een beetje vanuit gegaan dat hij achter was. Dus hij deed eigenlijk al niet al te veel meer. Niet verstandig natuurlijk. Oh, Verbeek, wat doe je nou? Oh, wat doe ik nou? We gaan het niet onnodig spannend maken, jongens. Daar heb ik niet zo'n zin in. Ah! Pff. Dat ging gelukkig net goed. Oh, die is te hard, zeker. Yep. Op pleuren. Oh, Kramertje. Zul jou er maar uithalen voordat je nog meer schade aanricht. Wat een mooi paas. Dit moet de 3-1 worden. Nee! Oh, dat had er moeten zijn. Had hij in het bakkie geweest. Lekker, jongen. Nu dan. Weer niet, jongens. Echt. Ook niet. Jongen, jongen, wat een slot weer. Echt, ik heb daar patent op hoor. Op een rare slotfase. Maar goed, we hebben gewonnen. Dat is het belangrijkste. 2-1. Ik zeg bedankt weer voor het kijken. En we zien jullie volgende keer. Later.